u voor in het ambtsgebed van de gemeente Twenterand. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik open de vergadering en heet u allen van harte welkom. Uiteraard de raadsleden, het college, u die op de publieke tribune zit en ook de anderen die de raadsvergaderingen bijwonen via het geluid of via ook een zichtbare verbinding. Ik heet u allen van harte welkom en hoop dat u de vergadering goed kunt meemaken. Ik vraag aan de raadsleden of zij allemaal de presentielijst hebben getekend. Kijk, dat gaat goed. Niemand gaat staan, dus dat houdt in dat iedereen getekend heeft en dat u ook allemaal kunt meestemmen. Dan constateer ik dat we nu overgaan tot vaststelling van de agenda. En de heer Veldmeijer wil het woord. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De PVV en CDA willen een motie indienen, genaamd motie Vreemd Polenbouw 2017. Kunt u ook het, volgens reglement het dictum voorlezen? Dus ja? Dat wat u aan de raad vraagt om daarover te besluiten. Aan u het woord. Het dictum is: verzoekt het college van burgemeester en wethouders gebruik te maken van de invloed die ze wel heeft, en Meander Wonen dringend te verzoeken het plan van 2017, dat kan rekenen op draagvlak, uit te voeren, dan wel met een nieuw plan te komen dat wel op draagvlak 70% van de bewoners van de Olebouw kan rekenen. En de bewoners en de gemeenteraad voor 1 december 2019 te informeren over de uitkomst van dit gesprek of over de uitkomsten van de gesprekken. En gaat over tot de orde van de dag, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk de raad rond of u akkoord gaat met het toevoegen van deze motie Vreemd. Ik zie allemaal knikkende gezichten. Dan zal de motie Vreemd maakt een onderdeel uit straks van deze raadsagenda en zal toegevoegd worden bij agendapunt 9a. En hij zal zo worden rondgedeeld. Dan, met deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld. De heer Veldmeijer heeft nog een vraag. Meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, gezien het feit dat de publieke tribune aardig gevuld is, aan de andere kant zie ik ook wel in dat de rest van de agenda niet erg lang zou duren. Maar ik hoop niet dat de mensen op de tribune al te lang hoeven te wachten. Zoals u weet, ligt dat in uw handen. En ik zal ervoor zorgen dat het op een goede manier allemaal verloopt in deze raad. Ik ga naar het vragenhalf uurtje. Er zijn geen raadsleden die zich aangemeld hebben voor het vragenhalf uurtje. Dus dit agendapunt is afgehandeld. Dan ga ik naar agendapunt 4, vaststelling, verslag, raadsdebatten van 15 oktober 2019. Er zijn geen wijzigingen ingediend. Wil iemand hierover stemming? Zo nee, dan is het het verslag van het raadsdebat vastgesteld. Vaste stelling besluitenlijst van 24 september 2019 en 3 oktober 2019. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend. Wil iemand hier stemming? Zo nee, dan zijn deze besluitenlijsten vastgesteld. Dan ga ik naar de akkoordagenda. Daar zijn drie onderwerpen in de akkoordagenda. Oh, de ingekomen stukken. Sorry, ik deel te vlug. Ik ga naar de ingekomen stukken, agendapunt 6. Wil iemand hierover het woord?
Kunnen we de afhandeling conform het voorstel doen van de ingekomen stukken? Ja, dan conform worden deze procedurevoorstel zo afgewerkt. Dan ga ik naar de akkoordagenda. En de akkoordagenda wil zeggen dat het niet in de raadsdebatten aan de orde geweest zijn. En dat de raad heeft aangegeven dat het op de akkoordagenda kan. Maar uiteraard kan er altijd iemand een stemverklaring afleggen. Of er kan gevraagd worden om stemming. Ik ga naar agenda punt 7. Het intrekken van het beeldkwaliteitsplan Kruidenwijk, derde fase, Westerhaar, Frieseveense wijk. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is conform unaniem besloten. Dan ga ik naar agenda punt 8. Onttrekking van een deel van de oeverweg te Frieseveen, kadastraal bekend, gemeente Frieseveen, sectie D nummer 6917. Zoals nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte tekening aan de openbaarheid van het verkeer te onttrekken. En dan ook artikel afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van dit besluit. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar het agenda punt 9, benoeming leden auditcommissie. Het voorstel is om te benoemen tot leden van de auditcommissie van de gemeente Twenterand, de heer A.T. Huisjes en mevrouw R.A.M.A. Uitslag van Richelen. Wil iemand hierover stemming? Dan is hier unaniem over besloten en ik wens deze twee nieuwe leden van de auditcommissie veel wijsheid, maar ook heel veel werkplezier in deze auditcommissie. Dan ga ik naar agenda punt 9a. Ik denk dat de heer Veldmeijer tevreden is. Meneer Veldmeijer, ik mag u het woord geven voor uw motie vreemd die u gaat indienen, ook namens het CDA. En hij wordt nog gekopieerd, dacht ik. Kijk even naar de G4. Als u nou even heel rustig aandoet, want ik ben zo vlug. Dat. Ja, ik vind het wel makkelijk omdat de leden de motie vreemd hebben. Dan kunnen ze ook eventueel aantekeningen maken op de motie vreemd. Wanneer de heer Veldmeijer het woord voert hierover. Dus op de tribune, u moet even geduld hebben, want de kopieerapparaten gaan niet zo snel als deze vergadering. Goed, dan is de motie 42, motie Vreemd Ollebouw 2017, is aan de raadsleden rondgedeeld. Zullen ook op de tribune worden rondgedeeld. En ik geef de heer Veldmeijer het woord om toelichting CQ deze motie verder aan te geven. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op 9 oktober 2017 schrijft Meijander Wonen op haar Facebookpagina dat de woningen aan de Prinsessenstraat, de Beatrixstraat en Oranjestraat in Denenkamp worden gerenoveerd. De woningen worden verduurzaamd naar energielabel B. Bewoners kunnen eventueel ook kiezen voor zonnepanelen op hun daken en daarna krijgen diezelfde woningen energielabel A. En Meijander schrijft verder op haar Facebookpagina: na deze werkzaamheden ervaren de bewoners meer wooncomfort en dalen de energiekosten. Wel nu, voorzitter. Een maand later, november 2017, presenteerde Meijander Wonen het plan voor de Ollebouw. Het plan beslaat 150 woningen. En na de presentatie van dit plan stonden de neuzen allemaal dezelfde kant op. Van Meijander, maar ook van de bewoners. Want van die 150 woningen zouden er 19 worden gesloopt. 34 woningen zouden worden gerenoveerd naar energie. Meneer Veldmeijer, ik wil graag aandacht voor, want het leidt heel erg af als er onderling gesproken wordt. Gaat u door, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Van de 150 woningen van het plan in november 2017 zouden dus 19 worden gesloopt. 34 woningen zouden worden gerenoveerd naar energielabel A. En van de 97 woningen die dan overblijven, zouden er 18 woningen worden gerenoveerd. Dat was een voorkeur van Meijander. En 79 woningen zouden worden gesloopt met vervangende nieuwbouw.
En Meander geeft bewoners op dat moment een belangrijke stem bij de keuze van deze nieuwbouw. Voorzitter, hier was consensus over, hier was overeenstemming over, er was draagvlak gecreëerd. En u weet allemaal, hierna hield Meander een winterslaap en liet een jaar niets meer van zich horen. En kijken we naar het jaarverslag van 2018 van Meander, dan lezen we het volgende, voorzitter. In 2018 lag de nadruk op betaalbaar wonen. We lezen, door te investeren in de verduurzaming van ons bezit, dragen we bij aan betaalbaar wonen. Meander schrijft, de wisseling van de directie heeft in 2018 invloed gehad op ons handelen. En samen met huurder en partners zorgen wij dat wonen prettig en betaalbaar is en ook blijft. En Meander schrijft ook, de eerste prioriteit is nu, we praten over 2018, het voorkomen van warmteverlies van en bij woningen. Daartoe worden de gevel, het dak en waar nodig de vloer van de woningen geïsoleerd. En omdat we toch met het dak bezig gaan, schrijft men in 2018, bieden we huurders ook de mogelijkheid tot zonnepanelen. En hiervoor vragen wij slechts een kleine bijdrage. Meander schrijft ook dat ze pas met warmtepompen en dergelijke aan de gang gaat, zodra dit meer kostendekkend is. Tot die tijd handhaven men haar beleid voor wat betreft het verduurzamen van woningen. Dus de gevel aanpakken, het dak en waar nodig de vloer. En betaalbaarheid van de woningen verliezen we, schrijft Meander, niet uit het oog. Betaalbaarheid is een groot goed. En maken we een bruggetje, voorzitter, naar de gemaakte prestatieafspraken van 2019. Afspraken gemaakt door Meander, twee gemeentes en de huurdersraad. Dan lezen we, voorzitter, dat gestreefd wordt naar gemeenten waarin het prettig, duurzaam en betaalbaar wonen is. Men noemt het zelfs dorpskracht. En we lezen ook dat de gemeente het initiatief pakt bij de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak. En dat de gemeente en Meander ambities en plannen op het gebied van verduurzamen met elkaar afstemmen. Voorzitter, wij concluderen dat de handelswijze van Meander in dit dossier de Olebouw, niet strookt met wat ze in haar jaarverslag van 2018 heeft staan. En we concluderen ook dat Meander eigenhandig een akkoord in 2017 met de bewoners aan haar laars lapt. En we concluderen ook dat de gemeente wel degelijk een rol heeft. En voorzitter, de nieuwe woningwet 2019 geeft huurders en gemeenten meer invloed op woningcorporaties. En aan de wethouder vragen wij dan ook, over welke invloed hebben we het dan? En ook vragen we hem als expert op dit gebied, welke invloed huurders nu meer hebben op de wandel en of de handel en wandel van woningcorporaties dan voor deze nieuwe woningwet. Voorzitter, wij dienen dan ook een motie vreemd in samen met het CDA, waarin wij de wethouder opdragen, Meander Wonen, dringend te verzoeken het plan 2017 voor de Olebouw tot uitvoering te brengen. En als dat niet lukt, dat Meander met een ander plan komt waar ook draagvlak voor is binnen de Olebouw. En als we het hebben over draagvlak, dan hanteren wij die 70% norm, dat 70% van de bewoners achter zo'n nieuw plan staat. Dat is draagkracht. En we vragen de wethouder dan ook om maandelijks met de bewonerscommissie te vergaderen over de voortgang en deze notulen openbaar te maken. En dit plan biedt wat ons betreft ruimte om twee kappers te renoveren bij de mensen die er nu wonen en om 3, 4 of zelfs 5 kappers nieuw te bouwen op plekken waar dit mogelijk is. Of omdat die huizen niet meer bewoond zijn op dit moment, of omdat de bewoners hier de voorkeur aangeven, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd en gezondheid. Dat is de opdracht die wij willen meegeven aan de wethouder en vandaar ook dat we die motie indienen die we reeds ingediend hebben, voorzitter. Ja, de heer Veldmeij, u verzoekt wat aan het college en u draagt niets op. Laat ik even voor alle duidelijkheid even dat op deze manier zo stellen.
Want u gaat in uw bijdrage verder dan datgene wat in uw motie staat. Heer Smelt heeft een vraag aan u, meneer Veldmeijer. Wacht even dat de heer Veldmeijer weer achter het katheder plaatsgenomen heeft. Heer Smelt, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. U brengt inderdaad in dat u vanaf de Facebookpagina een aantal gegevens heeft gehaald. En dat ook uit het jaarverslag heeft gedaan. En ik heb, toen ik de motie van u toegestuurd gekregen, even op de website gekeken. En ik wil u op voorhand even vragen, datgene wat op de website staat van Meijander. Heeft u gecontroleerd of dat hetzelfde is als op de Facebookpagina? Dat heb ik niet gedaan. Want dan hanteren we misschien iets andere uitgangspunten, omdat op de website een aantal andere data en terugrapportage staan. Dus ik denk wel goed om te weten van op basis waarvan en met welke informatie we straks deze motie gaan beoordelen. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Goeie vraag. Ik heb, nadat ik de Facebookpagina heb gelezen, heb ik ook gegoogeld uiteraard. En ben ik diverse artikelen tegengekomen over die renovatie van de woningen in Dinkeland. En ik heb ook op Facebookpagina's gekeken van bewoners die dat inderdaad bevestigden dat hun woning op die wijze is gerenoveerd in 2018 oktober. Nou, een aanvullende vraag, meneer Smelt. Tenminste, ik zie u. Ja, het geeft niet helemaal antwoord op mijn vraag, want Meijander die schrijft op haar website over de oude bouw een artikel. En daar geeft men een verslag weer van het verslag wat ze gedaan hebben met de inwoners. Ze geven een aantal terugkoppeldata aan op de website. Ik dacht in mijn hoofd oktober 2019, november 2019 uit mijn hoofd gezegd. En omdat u specifiek gegevens van Meijander gebruikt als zijn een jaarverslag en de Facebookpagina, vraag ik u of u ook even getoetst heeft wat op die website staat van Meijander. Want wat is dan de bron waaruit wij mogen putten wat dan voor Meijander leidend is? Want als ze de website leidend laten zijn, dan constateer ik hier toch wel ergens een klein probleempje met de data. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, ik heb natuurlijk geen invloed op wat er op de website staat en ook niet op de website van Meijander. Maar wat ik wel weet, is dat er inmiddels wel 13 tot 15 keer vergaderd is met de bewoners en dat ze geen meter, geen centimeter vooruit zijn gekomen. En dat is voor mij nog leidender dan wat op de website staat of op de Facebookpagina van Meijander. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kelder. Dat u mede-indiener bent van de motie, krijgt u ook als een van de eerste het woord. Meneer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga het verhaal van de collega Veldmeijer niet helemaal herhalen. Ik vind het ook niet zo belangrijk wat nu precies in de stuk staat. Wat belangrijk is, dat Meijander gewoon de afspraken die gemaakt zijn met de bewoners niet nagekomen is. En dat gekomen is door interne problemen bij Meijander, dat zij dan maar zo, maar daar kan de bewoners natuurlijk niet de dupe worden. En hetgene wat wij dus nu in de motie vragen is aan het college om in ieder geval de inwoners van de Westeraar op dit punt gewoon maximaal te ondersteunen. Ja, en om te komen tot in ieder geval de besluitvorming. Ja, en of het nu op de website staat of op andere publicaties, dat vind ik minder interessant. Het gaat om wat wij het college vragen. En dat is, gelukkig heeft de wethouder afgelopen week al een eerste stap gemaakt. En in feite vragen wij nu een vervolgstap waarin in ieder geval naar de bewoners toe helderheid wordt gecreëerd wat in de toekomst nu staat te gebeuren. Dank u wel. Dan kijk ik naar mijn linkerkant, GPT. Heeft u behoefte aan? Ja, het hoeft niet, hè? En dan ga ik gewoon rechtsom. Nou, ik wil gewoon eerst de reactie van de wethouder afwachten. En prima. Ik heb niet al mijn fractie hier gesproken, dus dat zou ik sowieso moeten doen. Ja. Oké, prima. Dan kijk ik even naar de heer Smelt. Het woord ook niet. Dan kijk ik naar de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de heer Veldmeijer wel een terecht punt aan de orde heeft gesteld. Maar deze hele kwestie heeft onze fractie ook veel vragen. Wat is de rol van de raad? En het is ook wel van belang, want de heer Kelder zegt wat is niet belangrijk wat in de stukken staat. Nou, ik vind het wel van belang wat in de stukken gaat, want daar gaan wij wel of niet over. En daar kunnen wij elkaar ook over aanspreken. En dan kom ik bij de prestatieafspraken. En die zijn dus gemaakt tussen Meijander, de gemeente Twenterand en de huurdersraad. En daar staat bij mij wel, of er staat gewoon heel veel
tekst wat, ja, wat heel mooi is, maar niet concreet genoeg als het gaat om duurzaam zijn en als het gaat om de betaalbaarheid. Hè, wie betaalt er uiteindelijk en wat betekent dat voor de portemonnee? Ik vraag, voorzitter, aan de wethouder om daar een reflectie op te geven, maar ook omdat de bestuurder van Meander heeft in eerdere gesprekken ook aangegeven dat zij, als het plan in originele staat zou doorgaan, failliet zou gaan. Wat betekent dat? Dus neemt u dat ook even mee, want wij gaan ergens over. Het zijn niet onze woningen, maar we gaan wel over onze bewoners en het woongenot. En daar hebben we wel voor op te komen dat die betaalbaar blijven. Want dat, ja, dat staat natuurlijk ook in die prestatieafspraken. Dus tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kobus. Wilt u het woord? Nee, de heer Reusken, wilt u het woord? Goed, dan kijk ik naar de wethouder. Of u direct kunt reageren, wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Raadsleden, bewoners van de Ollebouw. Vandaag dan zit je een beetje te denken, je weet op een gegeven moment van nou, dit zal wel eens een keer aankomen vanavond. En dan denk je, wat ga ik zeggen, hoe ga ik het aanvliegen? En uiteindelijk weet je ook van wat ik misschien ook zeg, het zal toch niet altijd datgene zijn wat de indiener of indieners van de motie willen horen. Want ik heb volgens mij heel vaak kenbaar gemaakt waar mijn invloed ligt. Ik heb dat ook in de media, heb ik dat duidelijk gemaakt. Ik heb gezegd, dit is mijn rol, de aap. Want ik heb in het begin zei ik aapje, het is inmiddels een flinke aap. Met alle respect voor de bewoners, daar staat los van. Maar die aap zit echt bij mij aan de schouders, dat heb ik meerdere keren gezegd. En dan staat erin, gebruik te maken van de invloed die ze wel heeft. Dat doe ik. De invloed die ik heb, die gebruik ik. Ik geef ook een krachtig signaal af naar Meander. Ik geef een krachtig signaal af in de media. En dat is de invloed die wij hebben. En als er dan wordt gezegd van, ja, wat voor invloed hebben wij als raad? U bent als raad ook uitgenodigd destijds door Meander om op de hoogte te worden gesteld van de plannen Ollebouw. Maar ook met elkaar te hebben over waar ligt onze invloed, wat kunnen wij, wat mogen wij. Toen is dat ook duidelijk gemaakt. We hebben daar vaker met elkaar over gehad. Invloedraad, het is een woningstichting, Meander, die gaat over in woningen. Maar ik zie de heer Veldmeijer al wat ongeduldig staan, dus wat mij betreft... Ik had te twijfelen, want het is altijd goed om even het verhaal te starten en door te gaan. En niet na één zin al een vraag te stellen. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is niet zo dat ik de wethouder goed ken, maar ik weet welke kant hij op gaat. Dat vind ik niet, dat accepteer ik niet, dat weet ik niet. U heeft een vraag aan de wethouder, ga ik vanuit. Wethouder, wilt u uw microfoon uitdoen? Wethouder, ja. Ik wil graag een paar dingen voorleggen, voorzitter. En dan graag de reactie van de wethouder aanhoren. Je hebt een woningwet van 2015. Daar staat in, de positie van huurders wordt versterkt. Huurders krijgen ook via de prestatieafspraken die gemeente, corporaties en huurders gezamenlijk maken, formeel meer invloed op de investeringsbeslissingen van corporaties. Ten slotte krijgt de zogeheten wooncorporatie een wettelijke grondslag. En dat betekent dat de doelgroep meer mogelijkheden krijgt dan alleen huren. Bijvoorbeeld op het terrein van beheer en onderhoud van woningen en directe woonomgeving. Dus met andere woorden, in 2015 wordt aan de huurders al een behoorlijke invloed toegemeten. In 2019 is die wet vervolgens vernieuwd. En het doel van die wet, het hoofddoel van die wet, is de versterking van de positie van gemeentes en huurderorganisaties. En het doel van deze wet rond prestatieafspraken is dat gemeenten en huurderorganisaties meer invloed hebben op het beleid van corporaties en de coöperatie zo een betere verankering kent en naar redelijkheid haar bijdrage levert aan het lokale volkshuisvestingsbeleid. En ook staat in die wet, stel dat dit, het is al een impasse, stel dat dit niet tot een oplossing komt, dan kunt u volgens die wet zelfs naar de minister stappen om dit probleem voor te leggen. Dus mijn vraag is, op het moment dat u zegt,
meander gaat over het bouwen. Ja, als ik zo kijk naar die woningwet en die vernieuwde woningwet 2019, dan heeft u, maar ook de huurders, hebben toch fors meer invloed dan de wethouder volgens mij denkt, voorzitter. Ik geef het woord aan de wethouder. Wethouder, nu het woord. Ja, u geeft aan van, nou, ik weet waar de wethouder naartoe wil. Dat is altijd wel mooi dat je elkaar op een gegeven moment in het politieke speelveld kent. Ik weet ook waar u naartoe wil. En die woningwet. Het Tweede Kamerdebat over de evaluatie van de woningwet is uitgesteld tot na Prinsjesdag. Het stond eigenlijk gepland voor juni 2019. Die is nog helemaal niet. Er moet nog over gedebatteerd worden. Dus ik weet niet waar u die informatie vandaan haalt dat er een nieuwe woningwet 2019 is, maar die is er nog niet. De Tweede Kamer heeft er nog niet eens over gedebatteerd. En inderdaad hebben huurders, en eigenlijk wil ik me graag beperken tot die motie, want nu gaan we helemaal uitweiden en dan komen we straks bij allerlei andere onderwerpen uit. Ik kan er wel iets over zeggen. Die huurdersraad die is mede ondertekenaar van de prestatieafspraken. Die zitten ook, die overleggen, zitten zij erbij waar de prestatieafspraken worden gemaakt. Daar mogen ze invloed uitoefenen, daar mogen ze dingen over zeggen. En dat is ook gebeurd. En dat inderdaad misschien op dit moment dat u denkt van die prestatieafspraken die komen mij in dit dossier niet helemaal uit. Ja, dat kan. Maar die invloed die ik heb, dat gaat over de prestatieafspraken, die maak ik bij Meander. Daar zit de huurdersraad bij, er zit Meander bij, er zit de gemeente bij. En dat is de invloed die ik uitoefen en ik heb daar ook wat over gezegd. Ik heb daarna de media toe wat gezegd, ik ga ook met de bewoners in gesprek. En dat is niet zozeer dat ik in één keer ga zeggen van, zie mij eens hier, ik ga dit allemaal voor u regelen, want u weet heel goed wat mijn invloed is. Dat is meerdere keren uitgelegd, ik heb dat meerdere keren ook in de media en naar u toe heb ik dat verteld. Maar ik wil wel eens horen van hoe zit het nou met die bewoners en dat ik ook mijn andere vragen kan stellen en ik kan die bewoners vragen stellen. Maar die invloed die gebruik ik, die wij hebben. En ik weet inderdaad waar u naartoe wil. En u weet ook waar ik naartoe wil. Dat is dat ik gewoon zeg, ik gebruik mijn invloed. Die invloed die ik heb. Maar dan wil ik het wel even zuiver houden. En dan wil ik ook zeggen, die aap zit inderdaad met mijn handen op de schouder. En die zal met die bewoners in gesprek moeten. En de bewoners zullen met mijn handen in gesprek moeten. Een aanvullende vraag, meneer Veldmeijer. Voorzitter. U heeft inderdaad die prestatieafspraken gemaakt, de wethouder, via u, voorzitter. De huurders zijn dan verenigd, de gemeentes zitten daarbij en Meander zit daarbij. En als ik dan lees dat in die woningwet staat, 2015 heb ik dan over, dat de doelgroep meer mogelijkheden krijgt. Nou, dit is de doelgroep om ook op het gebied van onderhoud van de woningen een stem in te brengen. Wat is er dan in die prestatieafspraken besproken over het onderhoud van woningen? Want de mensen hebben het gevoel, er is heel lang niks gedaan aan onderhoud van woningen, terwijl we wel huur hebben betaald en men gaat ervan uit dat met die huur dat ook die woningen zouden worden onderhouden. En plots krijgt men te horen van, we gaan niet meer renoveren, we gaan de boel plat gooien. Dus met andere woorden, wat heeft u toen ingebracht tijdens het tot stand komen van die prestatieafspraak 2019, bijvoorbeeld ten aanzien van de Allebo, wat betreft het onderhoud? Wethouder, nu het woord. Ja, ik vraag me een beetje af, en dan vraag ik ook even aan de voorzitter. We hebben het over de motie vreemd, we gaan steeds verder die inhoud in, we gaan steeds dieper. Hoe ver we daarover moeten gaan, want ik wil best reageren over die motieframe, want daar gaat het ook over, over mijn invloed, over het nieuwe plan de Hollebouw. Op een gegeven moment gaat het over de prestatieafspraken. We gaan verder terug, wat is er toegezegd, wat is er toegezegd, wat hebben de huurders? Maar dan zal ik ook die huurdersraad die er is, die zal ik dan ook moeten bevragen, bijvoorbeeld wat is er toegezegd. Ja, daar gaan we steeds verder die geschiedenis in, maar volgens mij voegt daar niks toe, want ik weet toch wel waar u naartoe wil. U, volgens mij heeft u het liefst van de wethouder, die neemt die flinke aap op zijn schouder. Dat wordt nu even gezien als de redder in onze nood. En daar kom ik in december terug. Ja, mijn invloed was inderdaad anders dan dat ik misschien had ingeschat. Ik wil het houden bij dit. Ik heb duidelijk gezegd van dit is mijn invloed. Daar wil ik ook echt voor gaan. Ik ga met die bewoners in gesprek met een aantal. Die heb ik al uitgenodigd. Die gesprekken staan gepland. Dat ga ik doen. Dat is mijn invloed. En dat signaal geef ik ook af naar mijn handen. Dat signaal geef ik af in de media. En inderdaad, ik weet nou waar ik nu toe wil. En even kijken, dan heeft het volgens mij ook geen nut om dan te zeggen, even kijken hoor, de bewoners en de gemeenteraad voor 1 december 2019 te informeren over de uitkomst van deze gesprekken.
Ja, dan zult u daar als raad verder met elkaar over moeten hebben van gaan wij deze raadsbreed indienen. U weet mijn mening, u weet hoe ik aan te kijken tegen deze motie. En daar, volgens mij heb ik daar verder niks over te zeggen, voorzitter. Oké, dank u wel. En een vraag. Ja, en dank u wel. Dan gaan we kijken of die vraag beantwoord kan worden. Aan u het woord. Als ik kijk naar de woningwet, staat bovenaan huurders krijgen meer invloed. Maar deze mensen hebben het gevoel, ondanks 13 tot 15 gesprekken met Meander, dat ze helemaal geen invloed hebben. Ze hebben het gevoel dat ze leidzaam moeten toezien wat Meander gaat besluiten. En u bent wethouder, u vertegenwoordigt ook onze inwoners. U bent ook verantwoordelijk voor het welzijn, voor de gezondheid van deze mensen. Deze mensen zitten al 2 jaar enorm in de stress. Nou, daar kun je letterlijk ziek van worden, fysiek en geestelijk. Maar deze mensen hebben het gevoel dat ze helemaal geen invloed hebben. Dat ze alleen maar moeten afwachten wat Meander te vertellen hebben. Waar is de invloed, wat die wet beoogt, van deze mensen? Ik kijk naar de wethouder of hij daarop kan reageren. En zo niet, dan wordt deze ronde afgesloten. Wethouder, aan u. Ja, volgens mij heb ik net gezegd dat ik graag het gesprek ook aan wil gaan met de bewoners. Die staan gepland. Dat wil ik doen. Dus waar zit mijn invloed? Ik wil gewoon dat verhaal van die mensen zelf horen. Ik wil met die mensen wil ik het eerlijke gesprek aangaan. Kijken, waar zit nou die pijn? Waar zit het gevoel dat ze niet gehoord worden? Waarbij ik ook elke keer aangeef, die aap die zit bij mij handen op de schouders, dat zit het gewoon. Maar ik wil wel horen van wat speelt er nu en hoe voelt dat? Kijk, ik weet hartstikke goed hoe dat voelt als bewoner. Ik kan me dat hartstikke goed voorstellen dat je daar al 2 jaar in die ellende zit, dat snap ik echt wel. Maar uiteindelijk, ik wil wel met die bewoners in gesprek van hoe is dat proces nou gelopen of hoe voelt die invloed van jullie die er volgens jullie dan niet is. Dat verhaal wil ik gewoon horen. Maar volgens mij moeten we hem zuiver houden zoals die is. Wat is de taak van de gemeente? Wat is de taak van de gemeenteraad? Wat is de taak van het college? En daar hou ik mij, in dit proces hou ik mij daar ook bij. Dank u wel. En ik moest al even wat zeggen over de vraag van de SGP. Reflectie, prestatieafspraken, nou, dat is eigenlijk mijn antwoord net ook wel op de PVV. Dat ik denk van, nou, hoe ver gaan we die diepte in? Kijk, ik denk dat zouden we misschien op een ander moment moeten doen om in de toekomst ook te kijken van hoe gaan we met... Ja, die heb ik te onderstaan nog. Als het oude plan door zou gaan, gaat Meander failliet, zegt u. Dat is toen ook medegedeeld door Meander die avond, van hoe zij de financiële uitdaging voor zich zouden zien en ook de financiële uitdaging als het plan wel door zou gaan. Maar dat vind ik echt een vraag die Meander moet beantwoorden, want dat is niet mijn pakje aan hoe zij met die financiën omgaan. Ik denk dat we even heel helder moeten hebben waar de gemeente wel over gaat en waar de gemeente wel iets over kan zeggen. De heer Jonker heeft nog een aanvullende vraag. Ja, want daar gaat het ook om. Want voorzitter, in de prestatieafspraken staat het bol van samenwerking en constructief gesprek. En ik heb die uitspraak dus van de Meander wel gezien. Wij gaan daar niet over. Ik zie ook die rol. Dus daarom vond ik die motie, hoe sympathiek ik hem ook vind, maar kan ik om die reden niet steunen. Maar wel, Meander... Die zegt dus dat ze failliet gaan, maar heeft zij dat ook kenbaar gemaakt bij de gemeente? Heeft u daar kennis van genomen of alleen tijdens een gesprek op zo'n avond? Je kunt je afvragen of dat een onderwerp van gesprek is, wethouder. Ja, ik ben wel daarover bijgepraat toen. Hebben ze echt aangetoond, dus u als raad hebben ze dat ook laten zien, want de financiële positie zou zijn van de Meijanden, dat is op die avond geweest. En ik ben daar inderdaad over bijgepraat. En dan zeggen ze van, wij kunnen dit financieel kunnen we dit niet trekken als we het op die manier zouden moeten doen. Dat is mij toen medegedeeld. En als u dan, even kan, zouden ze failliet gaan? U heeft het nog over die, inderdaad, er staat bol van samenwerking. Dat klopt, ik ben ook zeker voor goede samenwerking ook met Meijanden. Maar u weet ook hartstikke goed dat ik ze vorige week even een tik op de vingers heb gegeven. Dat ik zeg van, nou, dit accepteer ik niet. En zorg maar dat die oude sloopwoningen, die oude woningen... Waar de buurt zich ook aan irriteert, dat is voor iedereen een doorn in het oog. En dan heb ik niet over de bestaande bewoonde woningen, maar wel de oude, ik noem het gewoon even oude prut die er staat, waar niemand in woont. Dat moet gewoon weg. En daarvoor heb ik ze ook een tik over de vingers gegeven. Ik zeg, geef nou eens gas met elkaar. Oké. Nog een laatste aanvullende vraag aan de heer Kelder en dan gaan we naar de tweede ronde. De heer Jonker? Ja, omdat deze kwestie al wat langer duurt en nu ook in de raad wordt geagendeerd... was het mij wel aangelegen dat de raad daar ook over geïnformeerd kan worden op een later tijdstip. Hoe Meijanden met de gemeente omgaat ten opzichte van cruciale informatie, want het gaat wel om onze bewoners.
Ja, het staat u natuurlijk altijd vrij om iets voor een raadsinformatie om dat te agenderen. De heer Kaalder heeft de vraag aan de wethouder aan u het woord. Dank u wel. Maar de wethouder gaf eigenlijk al een antwoord op mijn vraag op wat we gaan doen met de verpauperde woningen die ertussen staan. Maar zegt u nu van ik ga er inderdaad actie opnemen of alleen maar de melding? Gaat u echt actief nu zorgen dat ze afgebroken worden? Of zegt u alleen ik leg het bij mijn handen neer, want ik vind het wel iets, maar dan hebben we het over veiligheid. Dat Meijander erover gaat, wethouder. Ja, Meijander, kijk, het liefst ging vanavond nog met de bulldozer die kant op. Ik denk, in schuif ze voor de vlakte, maar zo werkt dat niet. Dat weet u. Maar ik heb er wel op aangedrongen bij Meijander. Ik zeg, we gaan nu gas geven. Die sloopwoningen die gaan zo snel mogelijk weg. Zij hebben gezegd, of toegezegd naar mij toe, oké, wij gaan dat regelen. Sloopvergunning wordt aangevraagd en dan gaat dat spul gewoon voor de vlakte. In het kader van de volksgezondheid. Ja, dank u wel. Ik kijk voor een tweede ronde richting de raad. Schorsen, dat dacht ik al, dus vandaar ik even kijk. Hoe lang heeft u nodig? Ja, of u? 5 minuten? Zal ik er 10 van maken? Voor de zekerheid? Nee? 5 minuten? 15:15 gaan we weer beginnen. Goed. De fracties zijn allemaal uitvergaderd. Excuus voor de wat langere schorsing. Ja, deze voorzitter voelt het vaak wel aan, maar de fracties zijn altijd optimistisch. Maar goed. We gaan weer na de schorsing gaan we beginnen. En de heer Smelt heeft gevraagd om schorsing. Dus meneer Smelt, ik geef u als eerste het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, we wisten natuurlijk dat dit onderwerp geagendeerd zou worden. En op zich ook prima om dat inderdaad te agenderen. Maar we hebben dus gekeken van wat zegt nou de nieuwe wet? Wat staat daar nou eigenlijk in en wat mogen we verwachten? En wat is dan realistisch? Of wat is wenselijk? Ik denk dat daar twee werelden zijn. De wet van het realisme en hetgene wat de wet vraagt. Daarvan hebben wij geconstateerd dat wethouder Harmsen doet wat de wet van ons vraagt. Wat staat daar namelijk in? Dat de gemeente heeft invloed op de leefomgeving. En de gemeente heeft invloed op het na-checken van de prestatieafspraken die nadien met de bewoners en de woningbouwcoöperatie gemaakt zijn. Dus mocht daar door de woningbouwcoöperatie scheve schaats gereden worden, dan heeft de wethouder... Veldmeijer, ik wil dan heeft de, even dan heeft de Smelt de gelegenheid geven om zijn betoog af te maken. Hebben we ook bij u gedaan in de eerste termijn. Vraag nog even die geduld om ook dit op dit moment te doen. Meneer Smelt, gaat u voort. Maar goed, ik heb het alleen nog maar over dat wat in de wet staat. Ik kan me ook niet voorstellen dat er een vraag over is, want voor mij leven we allen onder de wet. En als dat niet zo is, dan hoor ik dat straks wel. Vervolgens hebben we, en daarom vroeg ik u ook, gekeken van wat zegt Meijander nu op haar website en welke termijnen koppelt Meijander daar nu aan en wat heeft zij gepubliceerd over wat ze met de bewoners besproken hebben. Wat we ons heel goed realiseren dat dit een proces is en staat ook boven de motie 2017. Er zit een stukje historie in en ook wij weten dat er een nieuwe directeur-bestuurder is gekomen en ook weer en wij weten dat de directeur-bestuurder die aanvankelijk met het proces betrokken was, nou, laat ik het voorzichtig zeggen, mogelijkerwijs te grote verwachtingen geschapen heeft. Maar daar kunnen wij als gemeente deze bestuurder niet op aanspreken. Wat we wel kunnen doen, wat de wethouder aangeeft, is de druk op de ketel opvoeren richting de huidige bestuurders om de plannen die ze heeft gemaakt, om die tot uitvoer te brengen. We hebben ook gekeken wat is de rol van de gemeenteraad. Wij moeten het college controleren op de kaders die wij dit college meegeven. En ook daar is naar onze mening en ook op basis van de beantwoording van wethouder Harmsen vanavond geen noodzaak om deze motie dan te steunen. Voorzitter, de rol van de gemeente is dat wij kijken naar de leefbaarheid. De rol van de gemeente is dat we kijken naar het algemeen belang. En de rol van de gemeente is ook om te zorgen dat onze bewoners in een goede omgeving wonen. De rol van de gemeente gaat er niet over of een plan inhoudelijk qua woningtype en qua inhoud wenselijk is. Daar gaat Meijander met haar huurders over. Het zou ook niet goed zijn dat wethouder Harmsen in zo'n situatie zou zeggen, ik vind die woningen niet passend, het college vindt die woningen niet passend, Meijander past u uw plannen maar aan. Dus op grond daarvan kunnen wij heel goed volgen en stimuleren wij ook uw blijvende actie richting Meijander. Blijf daar ook vooral mee doorgaan, die druk op de ketel, maar de bal ligt wel bij Meijander. Dat is onze conclusie aan de hand van de wet, aan de hand van de rollen die we hebben en op basis van hetgeen wat u doet.
En daarmee willen wij deze motie ook beantwoorden en het hierbij laten. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer. Aan u het woord. Veldmeijer heeft nog een vraag eerst aan de heer Smelt en dan kan hij zijn betoog vervolgen aan de andere kant. De heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil aan mijn collega van de ChristenUnie vragen. Als je kijkt naar de woningwet 2015, dan staat daarin, en dan wil ik graag van mijn collega weten hoe hij dat dan interpreteert, voorzitter, via u. Daar staat in dat huurders krijgen ook via de prestatieafspraken die gemeenten, corporaties en huurders gezamenlijk maken, formeel meer invloed op de investeringsbeslissingen van corporaties. Dan kan ik wel een beetje flauw doen. Gaat het dan om een koffiezetapparaat die ze aan willen schaffen? Mij anders dat daar de burgers wat over te zeggen hebben. Maar volgens mij bedoelt die wet dan ook dat de burgers wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op investeringsbeslissingen. Wat dit ook is, voorzitter, volgens mij, die zo'n woningcoöperatie doet. Bent u dat met ons eens? Smelt aan u het woord. Nee, het gaat in zo'n regel om de interpretatie van dat artikel en in de aanspraak in de wet staat dit zo niet in. Als u leest hoe zit dat nu met deze wet, de woningwet, zult u lezen dat dat gedefinieerd is naar de meer invloed van de huurders jegens haar verhuurder, dus de woningbouwcoöperatie. En daar is aangegeven, en lees dat maar na, dat er op tweetal onderdelen die wet is uitgebreid. En een prestatieafspraak, en ook daarvoor, en ik heb dat ook al eerder aangegeven, die prestatieafspraak gaat met de bewonerscommissie, met Meijander, over de plannen. En dat heeft van directe invloed over uiteindelijk de huurprijs die de bewoners dan moeten betalen. Die prestatieafspraken, daar spreekt de bewonerscommissie over met de directeur-bestuurder van de woningbouwcoöperatie. En zo zit het in onze ogen. Ja, ik ga hier geen wetdiscussie houden. Voor alle duidelijkheid, daar ga ik niet mee verder. U heeft uw vraag gesteld, de heer Smelt heeft zijn antwoord gegeven. U kunt weer een vraag stellen, meneer Smelt, geef weer een antwoord. Ik zou deze discussie willen stoppen en ik geef meneer Veldmeijer het woord in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Ja, dan moet ik toch constateren, voorzitter, dat er een hele mooie wetten blijkbaar geschreven wordt en dat we in de politiek allemaal hele mooie woorden bezigen richting onze burgers, richting onze inwoners, over verbinding, over draagvlak, over maatschappelijke acceptatie, burgerparticipatie. En dat in het dossier is de olenbouw er 0,0 invloed is van de huurders, de bewoners. En zij moeten in die woning leven, maar ze hebben er 0,0 over te zeggen. En ik heb ook begrepen van de bewoners dat in die 13 tot 15 gesprekken die er zijn geweest, voorzitter, met Meijander, er inhoudelijk eigenlijk helemaal niets besproken is. Het ging over de manier waarop Meijander overkwam bij de bewoners en hoe de bewoners overkwam bij Meijander. Maar inhoudelijk is er over de plannen gewoon niet of nauwelijks gesproken. En dat is toch wel erg als je 13 tot 15 keer je vrije tijd moet opofferen om met zo'n Meijander te spreken. Dus ik concludeer gewoon dat de invloed gewoon nul is van deze mensen. En dat vind ik een hele trieste constatering. En ik denk ook dat de wethouder, die ik zeer waardeer, want hij is zeer actief met rotondes, fietspaden en wegen. Maar hij heeft hier te lang op zijn gat gezeten. En ik had verwacht dat hij gewoon, bij wijze van spreken, actief was geweest. Had gezegd, bij elk belangrijk gesprek met de bewonerscommissie ben ik aanwezig. En dan ga ik kijken of ik daar ook een beetje sturing aan kan geven in dat soort gesprekken. En nu op het moment, en dat zie je vaker, als bewoners zeggen tot hier en niet verder, we gaan in actie komen, dan pas komt de wethouder in actie. Nogmaals, verder waardeer ik hem zeer. Alleen op dit dossier is hij te laks geweest. En ik hoop toch dat de gesprekken, en ik heb begrepen dat die morgen al plaatsvinden met bewoners, dat die daadwerkelijk wat gaan opleveren. En ik snap ook wel dat hij niet alles voor elkaar kan krijgen. Maar ik zou heel graag willen dat hij zijn uiterste best doet om te zorgen dat de stress die deze mensen ervaren weggenomen wordt. En dat die mensen krijgen waar ze recht op hebben. Namelijk invloed en een fatsoenlijke woning. En bovendien een betaalbare woning. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef de heer Kelder het woord. Aan u het woord, meneer Kelder. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, ik kijk even naar de motie die we ingediend hebben, wat we vragen van het college. En we vragen van het college dat dringend te verzoeken. Wij vragen niet dat de wet altijd iets doet wat hij niet binnen zijn bevoegdheid ligt. Wij vragen hem gewoon maximaal in te zetten voor onze bewoners. We hebben het een stukje over veiligheid gehad, maar we hebben het ook over te voorkomen van het feestveld. Mensen zijn gewoon bang dat nu de voor- en tegenstanders tegen elkaar uit worden gespeeld. En dat is de vraag die wij stellen. En om ons in ieder geval terug te koppelen, dat wij ook in onze rol datgene kunnen doen wat we graag willen. Ja? Dus wij verplichten niemand, wij zeggen alleen, en dan kunnen we het over de woningwet van 2015 en 2019. Het verzoek is gewoon om maximaal in te spannen, om dringend aanwezig te zijn en om de bewoners te ondersteunen. Dat is de intentie van dit verhaal. Niet meer en niet minder. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Elsega. Aan u het woord en dan ga ik nog de andere fracties bij langs of iemand nog het woord wil. Heer Elsega, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Gemeente Belangen Twenterand is heel erg blij met wat de wethouder vorige week bekend heeft gemaakt, wat hij gaat doen. En hij gaat zich maximaal inzetten binnen de grenzen, binnen de mogelijkheden die hij heeft. En die grenzen, die zijn bekend. Die grenzen zijn ons als raad op 10 april, op een woensdagavond, al heel duidelijk gemaakt. Dus die invloed waar hier over gepraat wordt, die is dus zeer beperkt. En eigenlijk zoekt de wethouder de grens van die beperkte invloed op door dat te doen, hè, wat hij nu gezegd, wat hij gaat doen. Hij gaat met de bewoners in gesprek. Ik heb ook al bewoners gesproken die inderdaad gebeld zijn waarmee in gesprek wordt gegaan. Dus het gebeurt daadwerkelijk. En er wordt ook een gesprek gepland met de directeur. Hij zei net letterlijk, ik zet me er maximaal voor in. Alleen, het verhaal blijft, het is niet de verantwoordelijkheid en de rol van een gemeenteraad of een college om over woningbouw te beslissen. Dat is en blijft aan mij aan de wonen. Ik heb er ook niet alleen contact gehad met de Woonbond, maar ook met de SP-fractie in Hengelo. Die hebben een specialist op volkshuisvesting, die weet werkelijk waar alles, vraag hem naar een regel of een artikel in de wet en die weet het en die zegt gewoon, ik wou dat wat jullie wethouder doet, hier gebeurde. Want dat vraag ik om. Alleen hier gebeurt het niet, maar bij jullie gebeurt het wel. Alleen let wel, je kunt iets zeggen over de betaalbaarheid en de prestatieafspraken. Je kunt iets zeggen over de leefbaarheid, dat is wat hij nu doet. Hij wil bij wijze van spreken een rattenplaag voorkomen, maar als woningen heel lang leeg staan, dan krijg je dat. Ik wil even het verleden in herinnering roepen. De bijvank en de vlierakkers die toen gesloopt is in Vromsdorp, op een gegeven moment was daar gewoon een rattenplaag. Elke dag moest die bestreden worden. Nou, dat willen we allemaal niet. Dus op dit gebied, dan heb je het over volksgezondheid en ook meteen over het welzijn van de mensen, wordt ingegrepen door de wethouder. En dat is een hele goede zaak. Dus wat dat betreft hebben wij daar alle vertrouwen in dat die wethouder dat ook gaat doen, voorzitter. Dan even over de motie die er voor ons ligt. Misschien zou de heer Veldmeijer eerst de vraag kunnen stellen, meneer Elsega, en dan kunnen u betoog vervolgen voor de motie. Meneer Veldmeijer heeft de vraag nu. Dank u wel, voorzitter. Over invloed, voorzitter. Je hebt formele invloed en je hebt informele invloed. In de provincie is er unanieme motie aangenomen tegen de opening van Vliegveld Lelystad bijvoorbeeld. De provincie gaat daar niet over. Er worden heel veel moties aangenomen waar de provincie bijvoorbeeld niet over gaat. Alleen door de druk, als wij unaniem als gemeenteraad afspreken dat de wethouder dringend zijn best moet doen om te zorgen dat er een plan komt wat op 70% draag kan gaan rekenen, dan legt dat een morele druk op mijn handen, los van de formaliteiten. En dat gebeurt ook met zo'n Lelystad-motie. Daar zijn bestuurders gevoelig voor. Is dat niet een overweging om de motie toch te steunen? Niet als ik ga, dan komt u nu bij uw motie. Aan u het woord. Gevoelig voor. Nee, het is geen reden om het te steunen. Want wat wij absoluut niet willen, is om hier voor de bühne mensen valse hoop te geven. En het gaat ook niet om wat wij voor de bühne doen.
Het gaat erom wat je kunt betekenen, wat in je mogelijkheden ligt als fractie, en dat zou je ook als wethouder kunnen doen, wat je voor de bewoners kunt betekenen. Kijk, moet ik nu hier zeggen, voor de mensen thuis, en omdat de media erbij zit, wat wij als GBT allemaal al gedaan hebben voor de bewoners van de Oude Bouw. Want dat zit niet in een motie. Die mensen die weten hier achter mij heel erg goed dat ik samen met een collega Wilco Dekker, de ouders wonen in die wijk, dus we weten er alles van hoe het gevoel is. We hebben een aantal separate gesprekken gehad met de bewonerscommissie. We zijn de wijk ingeweest twee keer, gewoon met de mensen praten om eens te voelen hoe zit het nu hier eigenlijk. We hebben een brief gestuurd. We hebben vragen gesteld. De bewonerscommissie heeft vragen aangevuld van zeg maar wat jullie willen hebben wat er in de brief staat. Gaan we even vragen. Hebben we gedaan. Daar is een reactie op gekomen. Daar is ook het resultaat over gekomen. Onder andere bijvoorbeeld over die zonnepanelen. Dat nu niet extra betaald moet worden. Maar dat er nu bijvoorbeeld bij in zit. En zo zijn er een aantal kleine dingetjes meer. En we zijn als gevolg naar aanleiding van die antwoorden die we besproken hebben met de bewonerscommissie. Zijn wij ook in gesprek gegaan met het bestuur van Meijander Wonen. En daar hebben wij nogmaals gezegd van wat wij graag willen. En wat de bewonerscommissie en wat ook de buurt graag wil. Maar wat de buurt graag wil, zeggen zij, dat is niet te betalen, omdat zij onder toezicht staan van een autoriteit en de waarborgfonds, die 13 jaar bijvoorbeeld gaat, kan dat niet in 5 jaar? Nee, dat kan niet, omdat het weer met de lengte van de lening te maken heeft, want anders gaan ze dus failliet. Dat is ook verteld op die 10e april aan de gemeenteraad, dus dat weten we eigenlijk allemaal al, is geen nieuws. Net wordt ook even die 70% genoemd. En nogmaals, 70% voorzitter, dat geldt alleen bij renovatie en niet bij sloop. En hier gaat het om sloop. Dus ja, die 70% waar ik het over heeft, dat kan wel mooi staan. Maar dat is helemaal niet relevant in dit verhaal. Want helemaal niet juridisch of wettelijk onderbouwd. Dan, voorzitter, het gaat er met de zon. Ik denk dat het goed is dat meneer Elsegaard zijn verhaal is afmaakt. Ja, nee, maar ik probeer een beetje sturing te geven in dit debat, zodat ook mensen hun verhaal in de opbouw kunnen doen. De heer Elsega, u heeft het woord. Ik kan u beloven dat wat ik hier zeg, want ik beloof niet snel dat het waar is. En die mensen van de bewonerscommissie in de wijk, die kunnen dat gewoon beamen, dat wij in gesprek zijn geweest. Ik heb alle data en tijdlijn nog gewoon opgeschreven. En ik heb zelf nog, ik heb het nog gevraagd, met verzocht door de bewonerscommissie. We hebben nu een samenwerkingsovereenkomst gekregen, we wijkvernieuwing door alle bouw. Staat wat moeilijke taal in. Kunnen jullie daar eens niet kijken? Kun je daarmee helpen? Want we gaan er wel mee in gesprek. We begrijpen niet alle dingen. Hebben wij ook gewoon nagekeken voor hun en gezegd, hey, denk daaraan, nou, jullie willen geen nieuwbouw, maak van wijkvernieuwing, wijkontwikkeling. En dan heb je wat ruimer en dan zit je niet gelijk vast aan woorden. Dus je kunt ook op de achtergrond heel veel doen, maar het is wel het maximale wat je kunt doen. En nu is er geen bewonerscommissie meer, dus er is nu geen gesprekspartner meer voor Meijander Wonen. Wat betekent dat? Dat Meijander Wonen zo meteen die gesprekken gewoon gaat starten. Want op een gegeven moment, ja, als er geen vertegenwoordiging meer is, dan gaan ze gewoon met een gesprek op een gegeven moment. Dat kun je natuurlijk wel invullen van tevoren. Ik weet niet, ik zeg niet dat het gebeurt, maar dat zou logisch zijn. Op een gegeven moment zeggen, nou oké, er is geen vertegenwoordiging meer in de wijk. Wij beginnen met de gesprekken van de eerste huishoudens in fase 1. Want dat is het gevolg volgens mij. Terwijl wij zeggen, blijf in gesprek. Ik heb ook vanaf het begin tegen de bewonerscommissie gezegd, hou elkaar vast, want als je loslaat, dan ben je heel invloed kwijt. En helaas is dat nu wel gebeurd. De heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, ter aanzien van die laatste opmerking wil ik alleen maar mijn respect uitspreken naar bewoners, want ik was na 5 keer al afgehaakt, denk ik. En zij hebben toch geprobeerd om steeds weer een opening te zoeken, maar op een gegeven moment is genoeg. Maar ik zou mijn collega willen vragen, wat is volgens hem goedkoper, renoveren of nieuw bouwen? Ja, voorzitter, dat vind ik helemaal niet relevant, want ik ken de hele onderbouwing en de cijfers niet. Ik weet niet, dus een lening of een hypotheek wordt er afgesloten van 34 miljoen, terwijl de beoogde begroting was geloof ik 11 miljoen lager en daar zaten ze dus 11 miljoen naast. En wij hebben ook in onze brief heel duidelijk gezegd van, wat jullie hebben gedaan, dat kan niet. Jullie hebben een vertrouwen geschaad wat misschien nooit meer goed te maken is. Nou, dat zie je ook. Het is niet meer goed te maken. Het is niet meer te herstellen. Maar nu zit je wel op het punt dat je verder moet. Dus je moet zorgen. En dat blijf ik zo ook adviseren. En daar heeft die motie, ja, daar hebben we niet zoveel aan. Ik ben alleen blij dat die wethouder doet. Die zegt eigenlijk al wat hier staat. Maar ik zou tegen de bewonerscommissie zeggen, kom weer bij elkaar. Zorg dat je een vuist kunt maken. Want nu, ja, ben je overgeleverd aan, ja, zeg maar, Meijander Wonen kan nu gewoon in gesprek gaan met die mensen in de huiskamer, gesprekken wat ze willen. Dat kunnen ze nu gewoon doen, want er is niks meer om mee te overleggen. Oké,
Een laatste opmerking nog, vraag en dan sluit ik deze, dit deel van de discussie. Dank u wel. Ik heb een constatering en een vraag aan mijn collega van GBT. Hij weet niet wat goedkoper is, renoveren of nieuwbouw, maar hij gelooft mij Jan er wel op haar blauwe oog op het moment zegt dat ze zeggen van ja, dan gaan we failliet. Wat dat betreft ken ik mijn collega niet zo. Die wil het onderste van de kan vaak weten. Ik bewonder hem onze dossierkennis. Dus ik had verwacht dat op het moment dat Meijander zo'n uitspraak doet, dat hij er ook onderzoek naar doet. Veldmeijer, wilt u een vraag stellen? Want er zijn ook onderwerpen die u aangaat die bij Meijander liggen en niet hier in de raad. En het valt mij tegen, voorzitter, dat hij dat voor zoete koek aanneemt. Als Meijander zegt, dan gaan we failliet. 1. 2. Ziet mijn collega van GBT dan een zeer speciale, urgente rol voor de wethouder nu weggelegd? Op het moment dat die bewonerscommissie afgehaakt is, Meijander volgens zijn zeggen nu zijn gang kan gaan, ziet hij dan nu een zeer belangrijke rol voor onze wethouder weggelegd om die partijen weer tot elkaar te brengen? De heer Elsga, nu het woord. Ja, voorzitter, ik heb de wethouder net heel duidelijk horen zeggen wat zijn bedoeling is. En dat is voor mij voldoende. Hij doet het maximale binnen de grens, hè, waar voor hem de grens reikt. Je moet geen verantwoordelijkheid nemen voor iets waar je niet over gaat. Dat kun je later ook niet meer uitleggen, want dan wordt er straks gezegd door u. Ja, kijk, hij heeft een te grote broek aangetrokken en je kan helemaal niks voor elkaar krijgen. Ja, dat willen we ook niet, want dan geef je nogmaals, die mensen vallen zo op en dan uiteindelijk is de teleurstelling daarna alleen maar groter. En daarom verzoek ik nogmaals die bewonerscommissie, vorm een bewonerscommissie met wie dan ook, en ga gewoon weer in gesprek, want anders gaat het denk ik heel erg snel. Maar goed, dat is gewoon maar een vermoeden. Blijf in ieder geval een orgaan houden die aanspreekbaar is, waar mijn onderwoner rekening mee heeft te houden. Dan even wat de onderste uit de kant, zegt u. Hè. Ik heb net al gezegd dat wij op 10 april over dat faillissement en dat zij die toezicht hebben van die waarborgfonds en zo en die autoriteit. Dat hebben ze uitgelegd en dat ze naar failliet zullen gaan. U hebt die avond ook niet de vraag gesteld van hoe komt u bij die 34 miljoen? Heeft u ook niet gedaan. U heeft er ook voor zoete koek aangenomen, blijkbaar. Maar ik hoef al die cijfers niet te weten. Want ja, ik geloof het wel. Ik heb geen idee, hè, tot in detail. En dat wil ik ook helemaal niet weten wat het allemaal kost. Maar ja, als je er 11 miljoen naast zit of zo, dan kan ik me best voorstellen dat je denkt van ja, voor mij moeten we veranderen. Kijk, en wat er allemaal gebeurd is in het verleden, daar heb ik ook heel duidelijk met de bewoners over gehad, is heel erg. Nee, maar wij gaan vanavond weer naar huis en hun zitten al zwaar in de emotie. En zij zeggen, ja, wij zitten ermee. Ja, dat is ook zo. Ja, zij zitten ermee. En daarom zeg ik steeds, blijf in gesprek. Dat is het enige wat met de fractie net ook steeds gezegd hebben. Ze moeten zorgen dat ze in gesprek blijven. En een commissie vormen. Zo snel mogelijk weer eentje oprichten. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Als je twee partijen hebt die niet met elkaar door één deur kunnen. En je hebt de beschikking over een derde partij die kan zorgen voor verbinding. Waarom volhardt mijn collega van GBT dan van ja, zoek het maar uit, bewonerscommissie. Jullie regelen het maar dat je weer in gesprek komt. Geef uw wethouder, en ik denk hij is daartoe in staat, gezien zijn contractuele vaardigheden denk ik, om die partijen gewoon weer bij elkaar te brengen. Waarom geeft u hem die rol niet? Dat is toch een enorme uitdaging. Ik ga toch ingrijpen. Ik bedoel, er is geen de heer Elsga is heel duidelijk in zijn verwoorden van datgene wat hij de wethouder ook hoort zeggen. En dan probeert u natuurlijk steeds toch een andere uitspraak te doen. Meneer Elsga gaat, zoals u weet, van mij over zijn eigen woorden. Meneer Elsga, aan u het woord. Ja, voorzitter, ja, er is geen bewonerscommissie toch? Ik roep juist op om de bewonerscommissie weer te vormen. En ja, er zijn er toen twee blijven zitten. Die vonden dat je in gesprek moet blijven. En die vonden ook, want daar is het op stuk gelopen, dat er twee weg zijn gegaan en twee zijn blijven zitten. Dat ging om die huiskamergesprekken. Het ene deel wilde bij de huiskamergesprekken aanwezig zijn. En het andere deel zei, nee, mensen moeten vrijuit kunnen praten. Wij hoeven niet overal bij aanwezig te zijn. En dan komt de vraag van, ja, vertrouwen jullie ons niet? En dat soort opmerkingen worden dan gemaakt. Maar dat gaat er niet om. Kijk, om een voorbeeld te noemen. Ik heb schade aan mijn huis, kanaal. Nee, maar zo gaat dat. Maar dan wordt mij de keus gegeven of ik stichting kan nog wel erbij willen hebben of niet. Nou, ik wil ze er niet bij hebben, want mijn bankgegevens, want ik heb wat laten maken, moet ik laten zien. Ik wil dat niet aan die mensen laten zien. Ik wil zelf uit kunnen maken of mensen bij mij. Maar zo heeft iedereen zijn eigen overweging. En als een bewoner van de Allebouw vindt dat er iemand van de bewonerscommissie aanwezig moet zijn, dan is dat de beslissing aan die bewoner op dat moment. Dat kun je niet afdwingen.
Nou, en daar gaat dan dat gesprek over. En daar moet je weer beginnen, want daar ben je geëindigd. Dus je moet het daar weer met de bewonerscommissie oppakken. Dat zou mijn advies zijn. En nogmaals, ik heb het in het begin al gezegd. Die wethouder, Harmsen hier, die doet nu wat hij kan. En dat is een goede zaak. En dan nog even over de motie, voorzitter. Er worden een aantal dingen ingenomen, bijvoorbeeld de woningwet. Ja, die bestaat niet, woningwet 2019. Dat is alleen maar een 2015... woningwet, en er wordt nog geëvalueerd in de Tweede Kamer. Die prestatieafspraken, ja, ik heb ze ook gezien. Er staan geen wijken apart in vermeld. Er staat geen Engelstraat in, of Vlierakkers, of de Maten. Nee, dat is gewoon heel, heel globaal. En het gaat vooral over de woningvoorraad. U noemt ook dat er een gebiedsgerichte aanpak moet zijn. Nou, dat gaat niet over woningen. Nou, en daarom, voorzitter, ook wat er staat. De signalen zijn duidelijk. Er is ook nog een artikel in de Tubantia geschreven, wat eigenlijk de raad vindt. En de raad die staat eigenlijk, maar zo staat het er wel, die staan eigenlijk achter de bewoners. Alleen, ze beseffen ook heel goed, we kunnen de mensen niks beloven, want er is niet meer dan dit. Wij kunnen gewoon niet meer doen. De heer Kelder heeft een vraag. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, meneer Elsa, u hebt een heel betoog. U doet uw uiterste best. Ik denk dat wij allemaal dat doen. We proberen allemaal met bewoners in gesprek te gaan en adviezen te geven. Maar we komen niet verder. En de intentie van onze motie was om nu gewoon het college en in dit geval de wethouder specifiek te vragen. Probeer nou die ondersteuning te zijn voor de mensen die gewoon die hulp nodig hebben. Dat is het enige wat we vragen. En alles wat ervoor staat, het gaat om wat wij verzoeken. Ja, en we hebben het nu iedere keer over de woningwet 2019, 2015. Prima, dat zal allemaal waar zijn dat er misschien een aantal dingen staan die misschien anders zouden moeten worden geïnterpreteerd. Maar het gaat om het verzoek. En we zijn het er allemaal over eens, zoals nu zitten we gewoon in de padstelling. Ja? En het verzoek is, dat is de intentie van onze motie, om het college, in dit geval de wethouder te vragen, probeer ze het nou optimaal in te zetten om inderdaad die verbinding weer te krijgen. En als dat via een bewonerscommissie moet, dan moet dat maar via de bewonerscommissie. Maar dat is de essentie van het verhaal. En we hebben het niet over dat de wethouder zijn werk niet doet. We vragen alleen een schepje extra. Dat is het enige wat we vragen. Een verzoek wordt altijd aan het college gedaan en niet aan de wethouder. Kijk, voorzitter. Even voor alle duidelijkheid, want anders dan wordt het dan corrigeer ik mijn woorden en dan vraag ik aan het college. Ik benoem het nog maar eventjes, want dat is altijd een verzoek. Meneer Elsega, aan u het woord. Ja, voorzitter, voor mij val ik in herhaling. Want u ook. U zegt optimaal, de wethouder zegt maximaal. Maximaal is meer dan optimaal. Dus... De wethouder die doet het maximale en meer kun je niet doen, maar volgens mij is dat de grens. Nou, voorzitter, dat was het eigenlijk. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Reusken, of u het woord nog wil. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal niet in herhaling gaan treden, want volgens mij is de rode draad van dit verhaal wel duidelijk. Eens met de heer Smelt als we zeggen, het is goed dat we het hier vanavond ook in de raad toch over hebben, ook duidelijk maken met elkaar, waar gaan we als raad wel over en waar gaan we als raad niet over. En ik bespeur eigenlijk bij iedereen dat we met z'n allen zeggen, hier moet, uit deze impasse moeten we met elkaar komen. Hier moet wat gebeuren. Er is heel veel onrust toen en er is nog steeds heel veel onrust nu. Gisteravond hebben wij ook met een aantal bewoners gesproken en je merkt wat dat doet. Als het gaat om wonen. Wonen is een basisbehoefte. Ik zei straks in de pauze tegen iemand. Stel je vanavond thuis komt en je huis is afgebrand. Dan is daar, je woning is er niet meer. Of is je huis ingebroken is. Dan voel je je niet meer veilig. Deze mensen zitten al 2 jaar in een situatie waarin ze in een woongenot worden aangetast. En je kunt niet eens meer spreken van gewoon genot. En we hebben gisteravond wel gemerkt in onze fractie dat het heel veel emoties oproept en heel veel met je doet. En er is nu een impasse. En uit die impasse moeten we gaan komen. En mijn oproep, en dat hoor ik eigenlijk iedereen zeggen. Volgens mij heeft de wethouder daar ook antwoord op gegeven. Ga in gesprek met elkaar. Ga die bewonerscommissie weer oprichten. En zorg dat je met elkaar eruit komt en zorg voor draagvlak. Mijn oproep zou ook zijn, geef deze wethouder de ruimte om daarmee aan de slag te gaan. Laat hem in gesprek gaan met de woningbouwcoöperatie, laat hem in gesprek gaan met die bewoners en laat die proberen om daar beweging in te brengen. En wat ons betreft is deze motie niet nodig, maar wel een oproep. Wethouder, hou de druk erop. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kobus. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal niet in herhaling gaan vallen, want er is al heel veel gezegd. Maar toen deze motie vreemd ons van de week bereikte, hebben wij ook aan de heer Veldmeijer al aangegeven dat we een sympathieke motie vinden. Maar dat we wel moeten oppassen dat we geen valse verwachtingen gaan wekken bij allerlei partijen. En we moeten natuurlijk wel realistisch zijn in wat er dan wel of wat er niet kan. En de verantwoordelijkheden leggen bij waar ze horen. En ik ben het eens met een aantal sprekers die al gezegd hebben. Het belangrijkste is dat hier consensus ontstaat tussen de bewoners en Meijanden. En dat kan alleen maar als je bij elkaar aan tafel zit. Dus het is heel erg jammer dat die commissie, die bewonerscommissie, is opgestapt. Maar ik zou ook hetzelfde advies willen geven. Richt die zo snel mogelijk op en ga met elkaar aan tafel. Dat daarnaast natuurlijk maatschappelijke onrust is ontstaan. En daar kun je als gemeente wat aan doen. En daarom vinden we het ook te prijzen dat de wethouder die taak al opgepakt heeft. En ik hoop ook dat hij daar volop inzet. Dat heeft u toegezet. Maar dat hij in een soort bemiddelende rol kan hij hier natuurlijk wel bepaalde sturing aan geven. Ik denk dat dat de beste weg is. En vandaar dat we deze motie dan op dit moment ook niet steunen. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Jonker als laatste van de raad het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik val ook niet in herhaling, maar wel een constatering. We moeten er geen wedstrijdje van maken, belangenbehartiging Olebo. De motie zoals die nu ligt, zullen wij niet. We kunnen niet op een stoel gaan zitten die wij niet passen. De wethouder heeft klip en klaar aangegeven wat zijn intenties zijn. En ik denk dat de hele raad hier deelt. En wij vertrouwen de wethouder in dat hij dat ook oppakt. En ik denk als Meijanden meer kijkt, dat hij een groot probleem heeft dat hij niet snel aan tafel gaat. En dat die situatie snel wordt opgelost. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan zijn er geen vragen aan de wethouder gesteld. Ik weet niet of de wethouder nog behoefte heeft aan het laatste woord namens het college. De wethouder, nee. Dan sluit ik deze bespreking en ga ik over tot stemming over de motie. Want ik ga ervan uit dat de motie ingediend blijft. Meneer Veldmeijer. Ja, oké. Je weet me nooit, hè? Ik vraag maar. Wil iemand een stemverklaring afleggen over de motie? Wil iemand stemming? Ja, ik ga ervan uit dat u stemming wilt. Wie is voor de motie? Dat is de partij van de PVV en het CDA. Wie is tegen de motie is partij GBT. Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, SGP en ChristenUnie. De motie is verworpen. En we zijn ook nu aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit deze vergadering.